Hallo en welkom bij weer een nieuwe Van Tol Vers Unie beursupdate. Het is vandaag donderdag en we zien dat steeds meer mensen hun weg weten te vinden naar onze online inkoopbeurs. En er zijn ook een hoop bezoekers die regelmatig terugkomen om inkopen te doen. Als we even kijken naar de top 10, dan zien we dat hier ook het een en ander veranderd is. Bijvoorbeeld Food Kitchen is een plekje gezakt en de Gilde Krakeling heeft ze ingehaald. En we zien een standhouder die al eigenlijk verdwenen was uit de top 10, maar nu weer terug is en dat is Bites We Love. Het is natuurlijk ook niet gek dat die top 10 steeds blijft veranderen. Want niet voor iedere ondernemer is dezelfde stand interessant. En niet alle producten zijn in hetzelfde land populair. Zo hebben we bijvoorbeeld in Nederland hele andere voorkeuren dan in Suriname. En daar kom ik mee met Suriname, want ik heb zo meteen een call met Maarten. Maarten die werkt bij Choi. Choi is een grote supermarktketen in Suriname. Ze hebben nu 2 filialen en er komt er eentje bij. En Maarten doet ook zijn inkopen op onze online inkoopbeurs. Want wij werken met Van Tol Vers Unie al jaren samen met Choi. Maarten, welkom. Dankjewel. Leuk dat je ons wilt ontvangen zo helemaal in Suriname. Maarten, kun je vertellen wat doe je? Waar ben je van? Nou, ik ben van Choi Supermarkt. We zitten in Suriname. Ik ben al ruim 10 jaar hier in Suriname. Ik heb hiervoor bij Krusty Frans, wat nu Krustico is, gewerkt. Mm-hmm. En zo ben ik eerder al met Van Tol in aanraking geweest. Daar heb ik ook al op de beurs gestaan. Daar stond ik in de stand. Nou ja, met de uitbreiding van Choice, met de tweede winkel, mm-hmm. Choi Noord, was er extra management deals nodig. En ben ik zo naar Suriname gekomen. Voor onbepaalde tijd. Onder de marketing, daar ben ik verantwoordelijk voor. Mm-hmm. Inkoop. Maarten, wat zijn nou een beetje de populaire producten bij jullie? Nou kijk, omdat Suriname natuurlijk altijd een historische link heeft met Nederland, zijn heel veel bekende merken, kent men van vroeger, de lakbuinen, bonen. Dus ja, men vertrouwt in Suriname meer de buitenlandse producten dan de lokale producten. Ik ben heel erg benieuwd wat je allemaal besteld hebt. Heb je nog iets nieuws besteld, iets waarvan je dacht, nou dat wil ik een keer proberen? Ja, sowieso nieuwe producten. Ik zag wat meer vegetarische producten, wat hier mm-hmm. erg populair is. Nou, natuurlijk zijn er diverse nieuwe smaakjes. Maar ik zag bijvoorbeeld bij Ola zag ik wel diverse nieuwe smaakvarianten. Ja, zo zie je nieuwe producten, dan denk je van hé, wanneer het straks in de supermarkt voor de supermarkt te verkrijgen is, dan ga ik het zeker ook bestellen. Dus het is ook een soort inspiratie om de nieuwe producten alvast te zien. Tof dat je ook zegt, dit is een inspiratie. Dus dat je er niet alleen je inkopen doet, maar ook je inspiratie uithaalt. Maarten, dankjewel voor je tijd. En ik zou zeggen, heel veel plezier dan nog even met het shoppen op onze online inkoopbeurs. En wie weet, tot de volgende keer. Nou, heel graag gedaan. Jullie heel veel succes straks met de orderverwerking. Alles. En hopelijk dat we in de toekomst wel weer lijfelijk aanwezig mogen zijn op de beurs. Maar voor nu is het een hele goede uitwerking geweest. We zijn er blij mee. Super. Dankjewel. Jij ook bedankt. En wie weet, tot de volgende keer dan. Is goed, groetjes. Doei doei. Doei doei. U ook bedankt voor het kijken. En ik zie u morgen weer. Tot ziens.